woedend. Ja, was hij en is hij. Wilders. Ja. En zag je hem? Oh, nou hebben ze al wekenlang niks gezegd. Er is zogenaamd radiostilte. Ja, dus niemand zegt wat tegen die journalisten. En hij zei toch iets, Wilders. Hij is zo boos en zo narig dat hij kon het niet voor zich houden. Dus hij zei, we hebben een probleem. Dus nu weten we gewoon, ja, er is herrie in de tent. Ja, die Dylan, die krijgt hem uitgemeten. En reken er maar op dat die Wilders, die is me daar tekeer gegaan. Toen dat bekend werd dat die VVD toch voor ging stemmen voor die spreidingswet in die Eerste Kamer. Nee, die is met dingen gaan gooien. Die beveiligers van hem, die moesten ook allemaal bukken. Ja, zo boos is hij geworden. Woedend is die Wilders, ja. En hij heeft gelijk ook, want ze hebben natuurlijk onderling, hebben ze natuurlijk met elkaar afgesproken. Nee, dat gaan we niet doen, die spreidingswet. En hup, zie, die Dylan, die heeft de hele boel niet onder controle. Dat is me ook een brokkenpiloot, die Dylan, verschrikkelijk. Als je die als reisleider hebt, hè, nou, dan kom je elke keer bij het verkeerde hotel aan. En gewoon A zeggen en B doen. En dan ook nog zogenaamd het vrouwtje vol zelfvertrouwen spelen. Nou, het is gewoon een heel middelmatig meisje en die heeft de verkeerde baan. Ja, dat is het gewoon met die Dylan. Want die zit aan te vertellen van ja, ik kan niet mijn mensen in de Eerste Kamer kan ik gaan vertellen hoe ze moeten stemmen. Oh nee. Denk jij dat onder Rutte, dat er iemand in die Eerste Kamer iets anders zou hebben gestemd? Nee toch? Nee. En denk je dat er iemand bij de PVV iets anders stemt in de Eerste Kamer dan dat Wilders wil? Nee toch? Nee, natuurlijk niet. Die heeft het gezag van een komkommer en voor de zoveelste keer gaat ze weer af als een lekkende gieter. Het is verschrikkelijk met die Dylan. En daar moet die Wilders dus mee gaan dealen. Nou, kijk, nu gaan ze waarschijnlijk toch wel weer uiteindelijk zoete broodjes bakken. Want hij moet wel, Wilders, want hij kan geen kant op. En ja, hij zit aan haar vast. Ja, oh. Maar reken er maar op dat hij gaat dit niet vergeten. Nee, dit zullen door in de toekomst. Ja, want hij vertrouwt haar niet meer. Nee, want je kan dus kennelijk met de Dylan geen afspraken maken. Maar ja, hij kan geen kant op, vrienden. Ja, want er zit natuurlijk iemand heel stiekem ergens in zijn handjes te wrijven. Ja, want die denkt, krijg ik misschien toch nog een herkansing? Ja, en daar moeten we bang voor zijn. Dat is het grote spook in de verte. Ja, de groengoeroe.